Vertegenwoordigers van 10 politieke partijen konden afgelopen maandag vragen stellen aan minister Stanley Raghubarsingh van Financiën en Planning tijdens het tussentijds economisch debat van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES. Het podium werd volgens VES-voorzitter Steven Debi-Persat gecreëerd zodat de samenleving kan horen wat hun alternatief precies en gedetailleerd inhoudt. Voorzitter van DA 91, Angelique del Castillo, vroeg de financiënminister opheldering over de gesprekken binnen de goudsector en wees op het wegtrekken van kader. Maar ik wil u nog op de goudsector wijzen dat daar nog steeds de regering weigert om met de multinationals aan tafel te gaan zitten om meer geld voor ons daar eruit te halen. En u had het over capaciteitsopbouw, minister, ons kader vlucht weg. Kader trekt weg, ja, dat is het gevolg van de crisis. Als we niet oppassen, gaan we nog veel meer kader verliezen. Dat is een belangrijk punt van aandacht. Dat heeft te maken ook met lonen en salarissen, maar we gaan dat straks zien als er de concurrentie komt van oil en gas, dat we en moeten oppassen dat we dus niet alle kader verliezen. En we moeten oppassen dat we dus niet economische sectoren verwaarlozen en in uw termen nog meer verwaarlozen dan het al gebeurt. Dus ja, daar zijn gebieden van aandacht. Ja. Ook in de sectoren, ik ben het met u eens, daar moet het een en ander gebeuren. Dat is iets wat in goede dialoog tussen overheid en particuliere sector moet plaatsvinden. Centraal bestuurslid van de SPA, Algie Johns, ging verder in op het stuk van kader en trok een lijn naar de investeringen in het onderwijs. Maar als we ook kijken naar informatie uit de begroting van dit jaar en kijken naar onderwijs, er is ook al gezegd dat onze kader wegtrekt. Maar als we kijken hoe om is te gaan met onderwijs, daar is dan de vraag, het belang van het human capital voor de economie. Wordt dat wel ingezien? We hadden de opbouw van capaciteit naar voren moeten halen. De ministeries, maar ook het bedrijfsleven, samenwerkingen, zorgen dat je weet hoe je besteedt, hoe je uitvoert, hoe je programma's uitvoert. Ook foreign direct investments. Er is een instituut dat daarvoor gecreëerd is. Het instituut blijft nog klein, omdat hij niet onvoldoende uit de verf komt. De Suriname Trade Invest, Suriname CITA, Investment Trade Agency, ja. Die capaciteit opbouwen om 10 van die buitenlandse investeringen te kunnen verwerken en te handelen en goed te begeleiden. Als die capaciteit niet opgebouwd is, komt er niks van die foreign direct investments terecht. VES-voorzitter Debi-Persat zei het jammer te vinden dat niet alle politieke partijen gebruik wilden maken van de gelegenheid. De partijen die aanwezig waren op het debat waren DA 91, PALU, HVB, PRO, SPA, STREE, NPS, ABOP, A20 en DOE.